De mensen doen soms gekke dingen om hun kwalen en ziektes te lijf te gaan. Jan van Waver heeft ook iets onder de leden en heeft zelf een bijzondere methode ontwikkeld om zijn aandoening te behandelen. Zo hoopt hij fit als een hondje 130 te worden. Wilt u echt 130 worden, meneer van Waver? Ja, dat lijkt me wel leuk, ja. Ja? Ja. Waarom eigenlijk? Omdat doodgaan niet mijn favoriete sport is. Nee? Nee. Moet u er veel voor doen? Nou, in ieder geval dingen laten. Geen alcohol en niet roken. En gezond eten. En aangezien ik osteoporose heb, botontkalking, moet ik dus genoeg calcium binnenkrijgen. En dat doe ik door middel van kaas en kwark eten. Om het op te kunnen nemen, om de calcium op te kunnen nemen in het lichaam, heb je vitamine D3 nodig. In de zomer haal ik dat uit het zonlicht door veel te fietsen. Waar ligt uw fietskleding? Hier. Ik rij eigenlijk alleen in zwembroek. Om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Die u nodig heeft om dat calcium weer op te nemen. Om die calcium op te laten nemen, inderdaad. Ja. Ja. Dat is de reden waarom u in de zwembroek fietst. Een belangrijke reden, inderdaad. Oh, wat is de andere dan? Verdikkie. Ik moet even dat papiertje erbij halen. Dan heb ik alle dingen bij elkaar. Wat is het voor papiertje? Ja, daar staan alle redenen op. Oh, die heeft u opgeschreven? Ja. Waarom u dit doet? Ja. Zullen we er even naar kijken? Dat is wel, ja, is goed. Het is fijn om te ervaren dat je in een compleet vrije stad leeft. En een beetje opvallen is natuurlijk ook leuk. Ja? Ja. Het is een leuke afwisseling in het stadsbeeld. Vind ik ook wel een goede reden. Een sportief lichaam veraangenaamt de stad ook. En waarom zou ik het verstoppen? Als je er een beetje uitziet. Ja, want u ziet er wel goed uit. Ja, ik zie er prima uit. Dus. Voor mijn leeftijd dan. En u bent? 68. Nou, dat ziet er goed uit. Dank u wel. Doet u dit het hele jaar? Ja, als de temperatuur tenminste boven de 17 graden is. Anders is het te koud. Ja. En dat is allemaal om de vitamine D3 in mijn lichaam te krijgen. Ja. Ja, dat lukt wel zo, denk ik, toch? Ja, zeker. Bij deze zon wel. Hoeveel graden is het? Het is nu 19 graden. Dit is allemaal wat u mee moet nemen? Ik moet meenemen natuurlijk mijn identiteit, een bandenpompje en de medicijnen tegen een eventuele epileptische aanval. Ik heb 2 hersenbeschadigingen opgelopen doordat een vrachtwagen me schepte in Schiedam. En die hersenbeschadigingen zorgen voor epileptische aanvallen. En hiermee kunt u dat voorkomen? Ja. Trekt het veel bij kijks? Ik sta op honderden foto's en tientallen filmpjes. Ze gaan vanuit de auto langzaam rijden met een open raam en dan filmen ze. En wat ook heel leuk is, die Marokkaanse jongens op hun scootertjes, die vinden het allemaal prachtig. Is dit een van de vaste stops? Ja, ja. Zo gaat het altijd. En dan doe ik mijn broekje goed, zodat ik er een beetje fatsoenlijk bij loop. En dan ga ik weer op de terugweg. Zo, gaan we naar de overkant? Ja. Met de boot? Ja. ...130 wilde u worden, hè, meneer van Waveren? Als dat even kan, ja. En dan betekent dat u nog 62 jaar moet, geloof ik. Oh, dat heb je goed uitgerekend. Maar dat zal wel lukken, denk ik. Ja? Ik heb het gevoel dat het lukken kan. Man bijt hond reist weer kwispelend door het land.
op zoek naar grappige, bijzondere of ontroerende verhalen. Op de lijn Babyloniënbroek Poepershoek komen we vandaag aan in Gorkum. Goeiedag, hallo, niet schrikken. Het is man bij het hond. We reizen van Babyloniënbroek naar Poepershoek om te kijken wat de mensen aan het doen zijn. En nou zijn we hier beland. Wat was u aan het doen? Ik was mijn dochter aan het appen of ze zondag een feestje wil vieren in plaats van wat anders doen. Zouden we even binnen mogen komen, Anne? Ja. Leuk. Gefrustreerd? Gefrustreerd. En reageert ze altijd gelijk of... Nee. Ik doe dat wel, maar ze vindt dat overdreven. Dus mijn dochter is 28, ze is net geslaagd. Ze is theatermaker geworden. Ik ben heel trots op ze trouwens. En ze wil me altijd wel dingen leren. Dus, ja. Zoals niet meteen te reageren? Ja, op appjes en alles wat in het moderne leven dus voor haar heel anders is dan wat ik doe. Dat vertelt ze me. Ja, dat is de enige die ik heb staan. Ja, dat is uw dochter. Dat is mijn dochter. Ja. Nog een dochter, maar die is een hele oude foto, hè? Oh ja. Oké. Okay. Hey, en dat babytje wat daar ligt? Dat is mijn overleden dochtertje. Oh jee. Ja. Ze is tijdens de bevalling overleden. Dat is de enige foto die ik heb, die staat daar. Ja. Wat een heftige gebeurtenis. Hoe ga je met zoiets om? Vraag ik me af. Mijn eerste dochtertje was 4 en we hebben met z'n drieën gedaan, heel erg kind overal bij betrokken. We hebben heel veel gehuild, heel veel gepraat. Wat wel bijzonder is, mijn jongste dochter heeft Judith, dus die heeft altijd gevraagd van, goh, was ik er niet geweest als zij er geweest was? En ja, hoogstwaarschijnlijk niet, maar ik heb gezegd van, goh, jij dringt je altijd overal tussen. Van jongs af aan al, dus het zou je wel gelukt zijn. En dat heeft ze echt helemaal geaccepteerd. Van ja, dat is ook zo. Ja, dus ja. Goeiedag, het is man bij het hond. Heb je ze niet tegen kunnen houden? Nee. Zo. Zitten jullie hier vaak? Ja. Ja? Zomers altijd, zwinters is het veel koud, die geen verwarming. Ja. En, maar die zijn al van de kleine ruimtes. Daar raak je aan gewend. Ja, we hebben niet groter hier. Ja. Het is, ja. En als onze kinderen ergens zijn, hebben we nou een paar keer gehad, dan vouwen ze zich altijd 3 keer op. En dan nemen ze heel weinig ruimte in, omdat dat zijn ze kennelijk gewend. Dat werd wel eens gezegd. Uw vrouw vertelde ook over jullie tweede dochter, Nicolien. Ja, als je dat fotootje... Je hebt het fotootje weer eens neergezet. En daar kan ik dan eigenlijk nauwelijks nog naar kijken. Dat vind ik, het is af en toe de schitterende tranen. Ja. 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 Ik schiet er niet van in de hel. Ik heb meer zoiets van, hoort erbij. Ja. Ik vind ook geen eng fotootje. Nee, ook nee. Kan je eigen kind eng zijn. Nee. Zo. Het heeft ook een hele sterke band gegeven. Maar dat weet je achteraf pas. Dat weet je niet als je allebei verdriet hebt of met z'n drieën verdriet. En dan is het wel... We hebben heel veel aan elkaar gehad. Ja. En Geertje hebben... Het was wel een redding, Geertje. Het is fijn als je een kind hebt op wie je moet letten. En van in de gaten houden, gaat het goed met jou in plaats van gaat het goed met mezelf. Ze kwamen weer op school, de kinderen dan ermee omgaan. Hoe ze er... kwamen op school, oh, zeiden de kinderen dan. Zat groep 3, denk ik. Heb je nou een broertje of een zusje? Nou, zei Geertje dan, een zusje, maar ze is dood. Nou, zei de kind, heb je er ook niks aan? En dat is zo onthutsend, echt. Daar kan je helemaal geen bezwaar tegen hebben. He. Zo is dat, ja. Ik heb steeds het idee dat er een hondje daar beweegt. Ja. Meneer en mevrouw, bedankt voor de gastvrijheid en het gesprek. Tot ziens. Doei. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.